vind ook altijd, heb ik het super leuk gevonden als ik dan daar mocht staan en dan me kon luisteren naar degene die dan hier stond te praten en dan de expositie opende. En daarom nou sta ik een keer hier en dat is ook wel echt heel erg leuk om dit hier te staan. Maar ik vind het zo leuk dat als ik hier net rond heb gelopen, dat alles zo anders is. Dat er dan één opdracht wordt gegeven en dat er dan zoveel verschillende uitwerkingen uitkomen. En dat er dan zoveel verschillende manieren uitkomen hoe iemand dat doet en op zijn eigen manier en dat alles is mooi. En wat ik heel erg fijn vond, is dat het ook gewoon als andere mensen naar je kwamen kijken, dat ze ook zeiden, oh wat gaaf dat je hebt gemaakt. Oh wat mooi is dat geworden. Nou, daar wil ik nou tegen iedereen zeggen die jou hier in de expositie had. Ik vind het super mooi wat jullie allemaal hebben gemaakt. Ja, ik ga niet te lang praten, want ik weet hoe zelf ik altijd zenuwachtig was als ik daar stond. En had ze moest wachten zo van, oh het duurt zo lang. En ik wil gewoon laten zien wat ik heb gemaakt. Dus laten we denk ik een toast uitbrengen op deze mooie expositie. Proost op weer een hele mooie expositie dit jaar. Proost. Minkie, jij doet voor het eerst jaar mee met deze expositie. Wat vind je ervan? Ik vind het wel heel leuk. Ben jij ook al lang met kunst bezig? Ja, ik vind het ook altijd leuk om te tekenen of om te knutselen. Want nu staan we bij een tekening van jou, ja? Die je zelf eigenlijk wel het mooiste vindt. Waarom vind je die zo mooi? Omdat er heel veel kleur en ik heb het en er zit ook eigenlijk een soort van verhalen er ook een beetje achter. Dat vind ik ook altijd leuk om in een tekening te brengen. En wat is dat verhaal? Als het dan bijvoorbeeld thuis, als het thuis komt en dan is er lang, na een hele lange week thuiskomen en dan is ze gewoon heel erg blij. Ik vind hem ook heel erg vrolijk uitstralen. Ja. Maak je zoveel tekeningen? Ja. Ik vind ze heel mooi. Blijf zeker aan de gang. Ja. Teun, we staan hier bij een heel mooie schilderij van jou. Hoe heb je die gemaakt? Met allemaal verf. Want toen doe je eerst allemaal verf zo opspuiten en dan allemaal uitrollen en nog met spuitbussen zo overheen. En dan nog met die flessen zo en dan laten drogen en dan is hij klaar. Hij is wel ontzettend mooi geworden. Wat voor kunstwerken maak jij nog meer? Heel veel eigenlijk. Eigenlijk te veel om op te noemen? Ja. Wat vind je het leukste om te doen? Eigenlijk vind ik het allemaal heel leuk. Maar, ben je zo vaak bezig om kunstwerken te maken? Best wel vaak, ja. Ik vind deze ontzettend mooi. Ik ook. Maak eens vragen. Is rood en groen, zijn dat jouw lievelingskleuren? Groen wel, maar rood niet. Floor, wij staan hier bij een heel mooie schilderij voor jou, de olifant. Hoe heb je die gemaakt? Mama die had die met lijntjes gemaakt en die heb ik overgetrokken. En heb je hem ook helemaal zelf ingeschilderd? Ja. Doe je zo wel vaak schilderijen maken? Nee. Wat voor kunst- en knutselwerk doe je nog meer? Heel veel verschillende dingetjes. Noem er eens een paar. Schilderen. En ik denk dat schilderen het wel is. Ja? En hoe lang ben je nou met deze olifant bezig geweest? Eén dag. Eén dag maar? Dan kun je snel. Kun je zo in een week een hele stapel maken? Dan ben ik benieuwd wat ik de volgende keer van jou te zien krijg. Thank you.
Leroy, wij staan hier te midden van al jouw kunstwerken. Wat is de techniek die jij gebruikt? Ja, ik teken. En dan teken ik zoiets, dus lijntjes enzovoort. En dan komt er uiteindelijk wel gewoon iets uit. Dus. En soms heb ik wel iets in mijn hoofd wat ik dan wil maken. Maar meestal is het gewoon dat komt eruit en dan wordt het dat. Dus. Jij begint eigenlijk gewoon en dan komt er vanzelf een kunstwerk uit. Ja, dat, ja, zoals je het zegt. Nou zie ik hier ook maar heel veel kleurtjes erin. Ja. Die kleurtjes, heb je nog een bepaalde volgorde? Ja, het liefst wel, want dan is het niet zo, dan heb je daar een vlek geel. Bijvoorbeeld dat daar die vakjes geel zijn, maar dat het wel een beetje verspreid is. Dus dat het wel niet allemaal bij elkaar. Laura, je bent hier de kunstwerken aan bewonderen. Wat vind je van deze expositie? Ja, geweldig. Als je ziet wat een diversiteit de kinderen laten zien. In kleur, maar ook verschillende technieken. Ik vind het zo leuk. En het is vooral leuk om te zien aan de kinderen hoe ze ervan groeien. Het zelfvertrouwen van kijk mij eens met mijn kunstwerken hier staan. Geweldig dat dit kan, de Moresto.